een goed moment om een brug te maken naar het volgende item. En dat is een heel erg leuk item. Dat is in een gesprek tussen, ik moet het er even goed bij pakken. Ja, dat is met Dennis Boutkan. Hij is raadslid, PvdA-raadslid in Amsterdam. En hij heeft zelf ook een heel erg rijk verleden. Daar zal hij meer over gaan vertellen. En hij gaat in gesprek met Laurens Dassen, Volt-lid. En ja, ze gaan het hebben over een heel scala aan zaken, heel reeks van zaken. Gemeentepolitiek natuurlijk in Amsterdam, waar Dennis zelf heel erg actief is. Maar bijvoorbeeld ook internationaal openbaar vervoer. Dus hoe gaan we dat beter inrichten? Als Volt zijn er mogelijk ook natuurlijk, want wij hebben er zelf ideeën over. De samenwerking tussen Europese steden. Dus Dennis gaat ook iets vertellen over hoe er bijvoorbeeld wordt samengewerkt met Berlijn en Parijs. Dus ja, veel grensoverschrijdende zaken. Binnen een politieke partij. Ook, ja. Ja. En hij heeft ook zeker wel een mening over de rol voor de Europese Unie. En bijvoorbeeld ook over de Green Deal. En hij zegt bijvoorbeeld ook, om even een tipje van de sluier, dat nu de budgetten onder druk staan, is het juist een moment om door te pakken met de Green Deal. Dus dat zijn allemaal, denk ik, mooie statements van zijn kant. Beide zijn heel erg ruimdenkend. Dus dat is iets om zeker voor te gaan zitten nu. En uiteraard komt solidariteit komt ook meerdere malen terug in het gesprek dat zij hebben. Ik denk dat we... Ja, ik ben benieuwd. Dat we kunnen starten. Ja. Dennis, ja. Ontzettend leuk dat je vandaag met ons in gesprek wilt. Wij zijn momenteel bezig met het maken van Radio Vonk. 75 jaar vrijheid. En op 9 mei de Dag van Europa. Mm-hmm. Daarvoor zijn we ook bezig om ons voor te stellen als Volt aan alle politieke partijen in het spectrum. Omdat we ook komend jaar mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En vandaag spreken we dus met PvdA, met jou. Ontzettend leuk. Veel dank daarvoor dat je daar bij wilt dragen. En misschien leuk om even gewoon te beginnen met wie is Dennis en wat doe je? Ja, dat is goed. Nou, misschien is het goed om even te beginnen misschien met mijn politieke werk. Ik ben dus Dennis Boutkan, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid hier in Amsterdam. Ik zit in mijn tweede termijn. En daarnaast ben ik ook organisatieadviseur, arbeidsorganisatiepsycholoog. En dat is ook waar we nu zijn, hè, bij mijn netwerkbureau op kantoor. En ik doe allerlei opdrachten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, teamontwikkeling, cultuurverandering. Als het meer gaat om mijn persoonlijke verhaal, ik ben geboren in Amersfoort en ik woon in Amsterdam sinds 1987. En ik ben afgelopen jaar getrouwd met Michiel. Oké, mooi. Ja. Gefeliciteerd daar nog van. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja. Hier in Amsterdam ook? Hier in Amsterdam, ja. In een discotheek. Ja, in discotheek De Trut. Oké, mooi. Misschien dat we daar dadelijk nog zijdelings aan toe komen. Ja. Hey, je noemt PvdA, je bent raadslid, tweede termijn. Hoe ben je ooit bij de PvdA in aanraking gekomen? En wat is de reden dat je politiek actief bent geworden? Ja, nou, ik was eigenlijk altijd al politiek geïnteresseerd. En ik ben in 2001 ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Ja. En dat was eigenlijk in een tijd dat ik ook vond dat de sociaaldemocratie eigenlijk een steuntje nodig had. Dus toen ben ik lid geworden. Daar heb ik eigenlijk heel lang helemaal niks mee gedaan. Totdat ik eigenlijk klaar was met een aantal vrijwilligersbanen. Want ik ben een tijdje voorzitter geweest van het COC Amsterdam. Ik ben voorzitter geweest van een aantal culturele instellingen. En ik vond eigenlijk dat op het moment dat je ook voorzitter bent van de belangenvereniging, ja, dan moet je je politieke achtergrond moet je een beetje thuis laten. Dus ik deed daar niet zo heel erg veel mee. En in 2013 werd ik benaderd met de vraag van, heb je interesse om misschien wat actiever te worden voor de partij? En ook wat te gaan doen in Amsterdam? En toen heb ik inderdaad gesolliciteerd voor een plek op de kandidatenlijst. En toen heb ik een mooie plek gekregen en verkiezingen meegedaan en in de raad terechtgekomen. Oké, en wat was de reden dat in 2000 dat voor jou de sociaaldemocratie eigenlijk een steuntje in de rug nodig had? Nou ja, dat was heel erg in de tijd na de moord op Pim Fortuyn. Ja. Dat de sociaaldemocratie en de PvdA heel erg onder druk kwamen te staan. En dat ik vond van als je als betrokken burger, betrokken Amsterdammer iets wil doen, wordt dan ook, dan kan je lid worden van een politieke partij. En dan kan je daarnaast kan je natuurlijk ook nog heel veel andere dingen doen. Ja. Maar ik vond het toen ook wel heel belangrijk om ook een beetje als een soort van symbool om juist ook lid te worden van een politieke partij. Om ook te laten zien dat je de bewegingen, de sociaal-democratische beweging, dat je die steunt. Ja, mooi. Want het is een beweging die mij echt nauw aan het hart gaat.
Ik ben arbeidsorganisatiepsycholoog. Ja. Dus arbeid is ook mijn... bezighouden met arbeid, ja, en wat arbeid betekent voor mensen. Dat is ook echt mijn vak. Nou, dat is ook iets waar de partij zich heel erg voor inzet. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Want ik denk dan ook even van... waarom ben ik betrokken geraakt bij Volt... en waarom heb ik me op een gegeven moment aangemeld als lid? En dat is... Ja, ik zag op een gegeven moment een artikel van... wij willen nieuwe energie in Europa brengen. En dat ik ook dacht van... juist in een tijd van Brexit, van Trump, van het wij-zij-denken, van het nationalistische toon die eigenlijk steeds meer in het debat, ja, naar voren komt, ja, wil ik ook Europa een steun in de rug geven. Dus ik herken dat wel, van dat belang, ja, om af en toe even een stapje, ja, vooruit te maken. En vooral ook dat woord energie sprak mij heel erg aan. En dat merk ik ook bij wat Volt natuurlijk aan het doen is. Wij willen eigenlijk de Europese democratie hervormen. Een stap verder brengen om eigenlijk die grote uitdagingen van vandaag natuurlijk aan te pakken. Mm-hmm. Dus mooi dat jij dat in 2000 ook bij de sociaaldemocratie voelde. En wat zijn nu de punten die jij eigenlijk in de raad behandelt? Nou, ik ben voor de mensen die de raad misschien wat minder goed kennen. Je hebt natuurlijk net als in de Tweede Kamer heb je portefeuilles. Ja. Dus je hebt allemaal specialisaties. En ik ben nu woordvoerder mobiliteit. Ik ben woordvoerder toerisme. Daar houden we ons heel erg veel mee bezig. Ik doe allemaal prostitutie, evenementen en een aantal dingen waar wij als stad een deelneming in hebben. Dus dan moet je denken aan Schiphol, je moet denken aan het afvalenergiebedrijf, de RAI, dat soort dingen. Ja. Oké, dus dat zijn... Dus dat heet dan woordvoerder deelnemingen. Ja. Ja. En mobiliteit is mijn grootste portefeuille. Oké, en wat valt er allemaal precies onder? Nou, alles wat te maken heeft met openbaar vervoer, hoe mensen zich bewegen door de stad, hoe ze fietsen door de stad, hoe de auto's door de stad gaan, het aanleggen van wegen door de stad, aanleggen van fietspaden, ja, maar ook bijvoorbeeld zo'n belangrijk thema als luchtkwaliteit. Hè? Ja. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in Amsterdam het een beetje leuk en gezond houden voor mensen? Want ja, kijk, in tijden van corona zie je natuurlijk dat het autoverkeer enorm is afgenomen. Maar als er geen corona is, ja, dan hebben we behoorlijk wat auto's in de stad. En die auto's die zorgen voor een deel voor flink wat vieze lucht. Ja. En ja, daar moet je wat aan willen doen. Nou, en mobiliteit is natuurlijk sowieso een onwijs grote uitdaging. Hè? De groei van Schiphol, treinverkeer wat steeds drukker wordt. We hebben hier natuurlijk de Noord-Zuidlijn in Amsterdam gehad. Nou, ik geloof ook heel erg in openbaar vervoer, omdat... Ja, kijk, openbaar vervoer, je zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk heel erg een soort technisch ding. Maar daar zit natuurlijk veel meer achter. Hè? Mobiliteit is voor mensen ongelooflijk belangrijk. Je merkt het ook nu heel erg in tijden van corona. Dat mensen thuis zitten, niet werken. Of ja, wel werken, maar noodgedwongen thuis werken. Ja, en veel minder op pad zijn. Ja, dat mensen dat ook heel erg ervaren als een belemmering, als een inperking van de vrijheid. En dat begrijp ik heel erg goed. Want ik denk dat het een beetje in onze natuur zit om erop uit te trekken. En ja, dat kan je natuurlijk in Nederland op heel veel manieren doen. En ik denk dat we in Amsterdam een waanzinnig goed OV-systeem hebben. Ja. Maar je moet er wel op letten dat het ook zeg maar voldoende goed blijft. Hè? Dat je goed aanbod blijft houden. Ja, en zeker. Heel belangrijk dat het ook betaalbaar is. Nou, ja. En daarvan zien we dat nog wel eens onder druk staat. Ja, en hoe kijk jij als... want Amsterdam is natuurlijk ook een hele belangrijke toeristenstad. Dus er komt veel vliegverkeer binnen, veel vakantievluchten. Ja. Veel korte afstandvluchten ook. Een van de punten die we bijvoorbeeld met Volt ontzettend belangrijk vinden... juist om ook te zorgen dat de luchtkwaliteit deels gewaarborgd blijft... maar dat er ook mensen kunnen reizen... is dat er een internationaal hogesnelheidslijnnetwerk zou moeten komen. Hè? Ik ben het mee eens. We hebben natuurlijk de Vira jaren geleden gehad. Dat was niet een heel groot succes. En nog steeds zie je dat daar best wel wat problemen in zijn om dat aan te leggen. Ja. Het duurt lang. Er wordt eigenlijk te weinig in geïnvesteerd wat ons betreft. En daarnaast is luchtvaart eigenlijk nog veel te goedkoop. Ja. En is niet een eerlijke concurrentie. Je kan zo bij de PvdA komen. dus dat is mooi om te herkennen van dat jij dat ook zegt. Want... hoe is Amsterdam daar op dit moment mee bezig? Je noemt heel veel verschillende dingen. Misschien is het goed om even te beginnen ook bij dat toerisme. Hè? Want inderdaad, Amsterdam is een toeristische bestemming. En wij hebben in ons coalitieakkoord hebben opgeschreven dat Amsterdam in de eerste plaats een woonplek is. En pas in de tweede plaats een toeristische bestemming. En als je dat zegt, hè, dan laat je daar ook nogal wat andere besluiten natuurlijk van afhangen. Ja. Want wij vinden dat die economie, die zo gedomineerd wordt door de toeristische sector, dat die ook wel een beetje te veel de boventoon is gaan voeren ten koste van leefbaarheid van Amsterdammers. Ja. Dus dat betekent dat heel veel dingen eigenlijk onder druk staan. Hè? Leefbaarheid, maar je noemt zelf net ook het aspect van gezondheid als het gaat om luchtkwaliteit. En dan moet je natuurlijk, daar kan je denk ik wel een aantal dingen aan doen. Dus wij hebben ook in ons coalitieakkoord hebben afgesproken dat we iets willen gaan doen met het stimuleren van hoogsnelheidslijnen. Ja. Dan is natuurlijk de vraag, wat kan je daar nou als stad aan doen? Ja.
Nou, volgens mij een paar dingen. We willen allereerst, hebben we gezegd, van, ja, we willen niet dat Schiphol zomaar gaat groeien. Schiphol moet zich dan eerst ontwikkelen tot een duurzame hub. Nou, dat is nu natuurlijk in tijden van corona, ja, gaat dat heel anders worden. Hè? Dus daar gaan we ook naar kijken hoe dat moet. Maar ik vind het wel belangrijk. Ik denk dat de impact van Schiphol op ons leefmilieu, op ons leefklimaat, is heel erg groot. Ja, ja. En ongebreidelde groei kan dus ook niet zomaar plaatsvinden. Ja. Hè, en daar maak ik me ook wel zorgen over. Hè, want vliegen is altijd veel te goedkoop geweest. Ja. Je noemde het zelf ook. Geen BTW, geen kerosinetax. Inderdaad, geen accijns op kerosine. Ja. Nou, en dat is natuurlijk eigenlijk heel oneerlijk. Want als je met de trein gaat, ja, dan moet je het allemaal wel betalen. Ja. Dus wij vinden het heel belangrijk dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van die belasting. Hè. Je zou eigenlijk moeten zeggen, of je gaat het vliegverkeer belasten. Of je moet iets gaan doen met het openbaar vervoer, dat je dat minder gaat belasten. Ja. We waren destijds natuurlijk ook helemaal niet blij met de btw-verhoging voor het openbaar vervoer. Hè, want dat is toch een paar procentpunten. Hoe komt dat nou eigenlijk, hè? Van dat... op dit moment nog niet gerealiseerd is. Want ook als ik kijk naar vorig jaar de Europese verkiezingen, bijna alle partijen zijn eigenlijk voor een CO2-tax of een kerosinetax. Dat vliegen duurder moet worden. Ook dat de mobiliteit met de trein beter moet zijn. Waarom is dat zo moeilijk? Waarom lukt dat ons? Nou, ik heb afgelopen jaar heb ik een expertsessie belegd over wat kunnen wij als Amsterdam nou doen om hoge snelheidstreinen om dat te stimuleren. Ja. Met een aantal experts, onder andere van Schiphol, van de NS, van Transdev. Dus Pier Enega, de voormalige bestuursvoorzitter van ProRail, was ook aanwezig. Eigenlijk ook over de vraag van ja, hoe kan je nou ervoor zorgen, hè, dat wij als stad dat ook wat meer gaan stimuleren. Nou, dus eigenlijk is daar niet een eenduidig antwoord op. Hè, van je moet het een of het ander, je andere moet je doen. Maar wat wel heel erg helpt is als je als stad gaat uitspreken voor een aantal steden waarmee je wilt verbinden. Ja. Nou, daar is denk ik Londen of Berlijn is daar denk ik een mooi voorbeeld voor. En als je dingen op korte termijn wil doen, dan moet je volgens mij het niet heel erg gaan zoeken in infrastructuur. Want ja, dat is tijdrovend, hè? Voordat je een nieuwe HSL-lijn hebt aangelegd. Ja, ja. Dan ben je zo 10, 15, 20 jaar ben je verder. En dan moet je je nog maar afvragen of je ook het juiste materieel hebt om daarover te laten rijden. Dat is dus niet altijd succesvol. Dat is in Nederland. Nee, en dat is eigenlijk ook best wel een schande hoe we dat hebben gedaan in Nederland. Want het is een lijn die Nederland ongelooflijk veel geld heeft gekost. En die wordt echt suboptimaal gebruikt. Maar je ziet nu wel, hè, dat Londen is natuurlijk nu opengesteld. Hè, dus je kan direct straks kan je naar Londen. Nou, dat is natuurlijk geweldig vanuit Amsterdam. We hebben natuurlijk al heel lang een goede verbinding naar Brussel en naar Parijs. Ja. Nou, Berlijn, dat kwakkelt nog heel erg. En waar je eigenlijk voor moet zorgen is dat je als stad dus uitspreekt van waar wil je je mee verbinden, hè, met welke steden. En dat je dan de partijen om tafel gaat brengen die dat ook voor elkaar kunnen krijgen. Hè. Dus NS en Deutsche Bahn zijn ook heel erg bezig, ook samen met de overheid, om te zorgen dat die treinverbinding naar Berlijn, dat die sneller gaat. En ik geloof ook wel heel erg in dat soort initiatieven, ook omdat je ziet dat de reiziger best wel bereid is om over te stappen. Nou ja, absoluut. Veel mensen zeggen dat nu ook. Hè. Je hebt natuurlijk gesproken over vliegschaamte en dat soort dingen. Ja. Hey, en wat is de rol van de Europese Unie daarin? Of wat zou de rol daarin moeten zijn? Want je spreekt heel erg vanuit Amsterdam. Hè. Nou, dat is natuurlijk goed dat er initiatieven worden genomen. En ook wat wij met Volt heel erg belangrijk vinden is... Ja. Ja, wij willen juist een bottom-up partij zijn die actief is in heel Europa. Juist om van elkaar te leren. Dus we hebben bijvoorbeeld in Hamburg meegedaan aan de verkiezingen. Ja. Waarbij we zeiden van, oké, wat kan Hamburg nou op het gebied van duurzaamheid leren van de haven van Rotterdam? Oh ja. Om dus zoveel verder te kijken dan alleen maar, oké, we zitten hier in Amsterdam of in Hamburg. Wat kunnen we nu van elkaar leren? Wat is daar de rol van de Europese Unie ook voor jou in? Ja. Nou, die is wat mij betreft is die heel erg belangrijk. Je hebt de nieuwe New Green Deal. Ja. En in die New Green Deal moet je ervoor zorgen dat je ook goed openbaar vervoer gaat stimuleren tussen Europese landen. En die Green Deal kan dat natuurlijk heel erg stimuleren. Dus ik denk dat het heel goed is, hè, als Europese landen met elkaar afspraken gaan maken. Hoe gaan wij nou een hoge snelheidsnetwerk in Europa, hoe gaan we dat nou daadwerkelijk realiseren? Hoe gaan we dat stimuleren? Er zijn voor een deel ook nieuwe investeringen zijn er voor nodig, maar vooral ook goede afspraken en een wil om dat ook te doen. En misschien biedt de coronacrisis in deze tijd ook nog wel nieuwe kansen wat dat betreft. Hè? Want als je uitgaat van anticyclisch investeren, dan zouden ze eigenlijk heel erg moeten zeggen van laten we nu in deze tijd, hè, dat het straks economisch misschien wat minder goed gaat, laten we dan juist gaan investeren in nieuwe infrastructuur. Omdat dat voor die toekomst van Europa ook zo belangrijk is. Dus jij zegt eigenlijk, hè, van de nieuwe Green Deal van Timmermans komt eigenlijk op het juiste moment. Want zeker, we kunnen nu een versnelling gaan maken om dat te realiseren. Ja. Om dat eigenlijk
meer dingen vloeibaar wordt. Ja, nou ja, omdat het, natuurlijk omdat we ook voor een klimaatcrisis staan. Hè. Het gaat niet alleen maar om hoe willen we nou straks in post-corona die economie weer stimuleren. Maar hoe willen we ook die economie stimuleren dat die ook echt duurzaam en groener gaat worden. En een hele belangrijke andere ding vind ik ook wel. Ja, als het gaat, je noemde, net hadden we het even over vliegtaks. Ja. Ja, dat is dat er ook op Europees niveau afspraken gemaakt worden over inderdaad het invoeren van vliegtaks. En als dat niet lukt, vind ik dat we dan als Nederland gewoon voorop moeten gaan. Ja. En ik vind dus ook niet dat de coronatijd moet zorgen voor uitstel van die vliegtaks. Ja, want twee dingen die interessant zijn om hierop door te vragen. Eén is natuurlijk van ja, de coronacrisis. Van, het gaat er tot waarschijnlijk redelijk grote verschuivingen leiden. We zien daar mogelijk economische crisis op ons afkomen. En in tijden van crisis zie je toch ook vaak dat er juist meer focus komt op nou ja, het nationalisme, op het wij-gevoel. En dat eigenlijk echte investeringen in de toekomst worden uitgesteld. Hè? Dus ja, het leidt tot een dynamiek die niet altijd vooruitstrevend is. Hoe zie jij dat op dit moment? En wat zijn daar jouw grootste zorgen? Nou, mijn grootste zorg gaat wel heel erg over wat ik zie, de kwetsbare mensen in de samenleving. Je ziet heel vaak dat bij een crisis de kwetsbare mensen het meest hard geraakt worden. Dus daar zit eigenlijk wel mijn grootste zorg. Maar je kan er een aantal dingen voor doen om die economie denk ik weer op gang te brengen. We hebben nu natuurlijk allerlei noodmaatregelen en een steunpakket. Nou, dat is denk ik hartstikke goed. Maar je moet ook nadenken, hoe wil je dan dat straks inderdaad die economie eruit ziet? Hè? Ik denk dat die groener moet. Ik denk dat die duurzamer moet. Ja. Ik denk dat die voor de Amsterdamse economie dat die ook minder eenzijdig moet zijn als het gaat om die toeristische sector. Ja. Ja. Dus dat kan je denk ik wel stimuleren als het gaat om ja, dat meer bredere vraagstuk. Hè? Hoe wil je omgaan met nationalistische gevoelens of bewegingen van populisme? Die zien we overal in Europa. Daar maak ik me ook grote zorgen over. Ja. Als we kijken naar landen als Polen, als we kijken naar een land als Hongarije, waar de persvrijheid wordt ingeperkt. En waar eigenlijk bijna een soort van vrijbrief wordt gegeven tegen de regering van Orbán om heel veel dingen te doen wat hem goed dunkt. Ja, daar maak ik me grote zorgen over. En hoe kunnen we daar in Nederland ook de leiding in nemen? Hè? Want dat is natuurlijk ook wat wij met Volt straks willen bereiken in die Tweede Kamer. We willen natuurlijk zorgen dat de houding van Nederland in Europa gaat veranderen. Hè? Want de houding van Rutte of Hoekstra doet eigenlijk geen recht aan hetgeen wat wij allemaal hebben gekregen. Vrede, veiligheid, maar ook enorme welvaart. Mm-hmm. Terwijl het nu lijkt van we zijn een netto betaler en iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Ja. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook van ja, PvdA heeft natuurlijk een gigantische verkiezingswinst gehaald bij de Europese verkiezingen. Frans Timmermans, 6 zetels. En daarmee eigenlijk een heel Europees geluid laten horen. Mm-hmm. Terwijl in de Tweede Kamer mis ik dan bij de PvdA ook af en toe wel weer even dat. Nou, wat mis je dan? Als je ervoor gaat staan en echt Rutte en Hoekstra ter verantwoording roept van jongens, dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan. Hè? Echt die solidariteit laat tonen en zeggen van jongens, er zijn zeker zaken die beter moeten, maar op dit moment moeten we solidair zijn met elkaar. En dat is wat Ja, maar ik ben dat niet helemaal met je eens. Hè. Ik denk dat de PvdA in Den Haag juist ook heeft gezegd van laten we nu staan voor die Europese solidariteit. Ik bedoel, dat is een geluid wat ik heel duidelijk heb gehoord van de fractie. Als ik nou kijk naar de Europese PvdA-fractie, dan zie je ook heel erg dat ze elke keer pleiten weer voor solidariteit. Ik vind dat als het ook gaat om het vraagstuk van ja, hoe wil je ook omgaan, hè? Bijvoorbeeld met nationalistische stromingen. Ja. Nou, dan is natuurlijk Timmermans daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Hè? Die ook in zijn vorige periode van heel duidelijk ook stelling heeft genomen tegen alternationalistische regeringen. Die bezig zijn met wetgeving die schadelijk is voor de democratie in een land. Ja. Maar ook voor de democratie in Europa. En ik vind het heel belangrijk dat we die boodschap van solidariteit, hè, dat we in ieder geval die als PvdA heel erg blijven uitstralen. En dat het niet in tijden van crisis moet zijn dat dan gezegd wordt door Hoekstra, Zuid-Europa, je moet maar wat beter op je centjes letten. Want ja, in de tijd dat er zoveel mensen omkomen en dat het ook echt crisis is in Zuid-Europa, ga je volgens mij eerst kijken hoe je mensen kunt helpen. En toch pas in de tweede plaats moet je je afvragen hoe je dingen gaat financieren. En ik maak me wel zorgen over in het algemeen, hè, inderdaad de anti-Europa houding van een aantal politieke partijen. En ik moet eerlijk gezegd niet aan denken dat wij Europa gaan verlaten. Ik denk dat Europa ons heel veel heeft gebracht. Ja. En we moeten dat ook dat positieve Europese verhaal, dat moeten we volgens mij blijven vertellen. Nou, dat is wel mooi van, hè, want inderdaad, je noemt het positief en je sprak net al over kansen. Dus dat vind ik mooi dat je dat zo benoemt, want ik geloof ook heel erg dat
juist een positiever verhaal en een verhaal van wat er wel allemaal mogelijk is en waar we samen naartoe kunnen werken, veel meer ook zal resoneren bij mensen en dat ze ook veel beter zullen begrijpen van wat Europa eigenlijk allemaal te bieden heeft. Terwijl, nou ja, je hoort natuurlijk met migratie ook vaak de negatieve verhalen. Terwijl, nou ja, en dat vind ik ook mooi aan Volt, wij willen niet alleen maar met beleid bezig zijn, maar we willen ook sociale innovatie noemen we dat dan, zorgen dat we met projecten in het dagelijks leven bezig zijn. Dus we zijn nu met Europe Cares, is een project waarop we zelf mondkapjes aan het maken zijn en desinfecterende middelen aan het verzamelen zijn voor de mensen op Lesbos, om te zorgen dat daar corona niet uitbreekt. Dus juist ook om zo meer samenwerking te vinden en daarin kansen ook weer te zien en te benutten. Ja, heel goed. Ja, dus dat is natuurlijk onwijs interessant. Hè? Je noemde net even Polen en Hongarije. Ja, Polen en Hongarije. Ja. Ik denk ook, je bent natuurlijk ook voorzitter van de COC geweest. Van, wat je daar nu ziet gebeuren, hoe zorgt de PvdA-fractie ook in de SND-groep ervoor dat eigenlijk dat een halt toegeroepen wordt? Want dat zijn echt zorgwekkende situaties. Mm-hmm. Hoe gaat dat? Hoe zijn jullie daarmee bezig? Ja, nou ja, je noemt inderdaad, ik ben voorzitter geweest van COC Amsterdam. Ik ben jaren geleden was ik bij een grote gay pride in Warschau. Ja. Dat was dan, dat was de Euro Pride. Ik ben er geweest en ik moet zeggen, ik ben er echt geschrokken van hoe dat eraan toe ging. Heel erg heftig, heel erg intimiderend ook. De tegendemonstraties. Die tegelijk plaatsvonden. Wel zeggen, de Poolse overheid heeft toen heel goed de demonstratie ook beschermd. Maar het was de eerste grote Europese gay pride demonstratie of optocht. Hè. We noemen het meer eigenlijk optocht. Nou, waar ook veel andere mensen ook aan deelnamen. Nou ja, en als je dan daar bent en je realiseert je ook zeg maar in wat voor een bevoorrechte positie je zit als je in Nederland woont. Ik heb ook nogal wat door Europa gereisd en ook daar natuurlijk ook mensen ontmoet. In België daar ook met veel homoseksuelen gesproken. Ja, dan realiseer je dat wij in Nederland ongelooflijk veel vrijheid ook kunnen leven en kunnen zijn wie we zijn. In Polen zijn op dit moment de zogenaamde LGBT-vrije zones. Ja. Nou, dat is echt, ik vind dat echt een schandvlek voor een land dat onderdeel is van de Europese Unie. Hè. Dus dat er zones zijn die dan zogenaamd LGBT-vrij zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk ongekend. Nou, daar hoor je ongekend en schandalig. Het is ongekend, het is schandalig. Nou, daar hebben verschillende PvdA-politici zich ook voor uitgesproken. Ook de Europese politici hebben zich daarvoor uitgesproken. Die zetten zich daar ook voor in, hè, om dat soort dingen ongedaan te maken. En ik vind dat je daar, kijk, je moet volgens mij ontzettend waakzaam zijn op dat soort dingen. En dat is misschien ook een beetje, zeg maar, in deze tijd, hè, 4 mei en 5 mei, ook de toespraak van de koning. Ja. Je moet eigenlijk niet gaan normaliseren wat normaal, wat niet normaal is. Ja, ja, precies. En wat hij eigenlijk denk ik ook wel heel erg laat zien is van, doe iets en kom ook in opstand als je ziet dat er onrecht plaatsvindt. En dat vind ik ook heel belangrijk van onze, in ieder geval van onze beweging van de sociaaldemocratie, dat we inderdaad in opstand komen, dingen aangeven die niet goed moeten, aangeven hoe ze wel anders moeten. Ja. Omdat op het moment dat je daar niks aan doet, dan kan het gewoon doorgaan. En worden stapje bij stapje worden rechten worden afgenomen van mensen. Ja. En dat zie je in Hongarije, dat zie je in Polen. Hè, de situatie met de rechters van het Hoge Gerechtshof. Ja, ja. Nou, dat zijn dingen waar we natuurlijk wel aan stellen. Precies, precies. Nou, dat zijn dingen volgens mij waar we ons grote zorgen over moeten maken. En waar we elke keer weer opnieuw dat ook aan de kaak moeten stellen. Ja. Ja, en dan lees ik wel eens inderdaad ook op Twitter berichten van mensen die dan heel erg anti-Europa zijn of anti-EU zijn. En die dan vinden van daar moet je niet mee bemoeien. Nee, ik vind juist dat je daar mee moet bemoeien. Weet je, als in een land op een paar honderd kilometer hier vandaan dat soort dingen plaatsvinden, dan moet je volgens mij als Nederland moet je en ook als politieke partij moet je uitspreken. En daar voor gaan staan van wat zijn voor jou de waarden die we eigenlijk in Europa ook met elkaar dienen te delen. Zeker, nou dat ben ik het heel met je eens. Hè? Want we zijn natuurlijk niet alleen maar een stelsel van economieën die elkaar helpen met een goede sterke economie. Ja. Maar we zijn ook vooral denk ik een waardegemeenschap. Ja, ja. En die waarden die je dan met elkaar deelt. En als je ziet dat een paar broers en zussen in diezelfde familie, dat die zeg maar eigenlijk dat ontlopen
En dat die stelselmatig proberen om die lokale of die landelijke nationale democratie om die om zeep te helpen. Ja. Maar dan moet je wel in de bres springen. Nee, ja, zeker. En dat is natuurlijk ook, Volt heeft een hele erg sterke Europese hervormingsagenda. Hè. Wij willen echt naar een Europese democratie. Ja. Omdat een van de grote problemen die er natuurlijk is, is ja, die Raad van Europa, die achter gesloten deuren vaak vergadert, veel zaken met elkaar bespreekt, stemt op basis van unanimiteit. Mm-hmm. Waardoor Polen Hongarije kan verdedigen, Hongarije Polen kan verdelen. En op die manier, nou ja, eigenlijk is er weinig slagkracht vaak bij de Europese Unie. Om dit soort zaken echt goed aan te pakken. Ja, ja. Dat is een van de zaken die wij daarom ook willen hervormen. Maar deels ook omdat we willen belastinghervorming doorvoeren. Dan moet je ook zorgen dat Nederland daar zijn veto-recht niet kan uitspreken. En wat denk je dan aan als het gaat om belastinghervorming? Nou, dus een Europese vennootschapsbelasting. Hè. We zijn als Nederland een van de aanstichters van de race naar beneden. Waarin landen door bedrijven tegen elkaar worden uitgespeeld. Ja. En we hebben het net even gehad over de New Green Deal. Waarbij het natuurlijk ontzettend belangrijk is, als je die transitie gaat maken, dat iedereen meegenomen wordt. En dat dus ook de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Nou, een van de manieren waarop dat natuurlijk te doen is om te zorgen dat er een eerlijke belasting wordt betaald. En op dit moment in Europa gebeurt dat niet. Mm-hmm. Er zijn heel veel rare constructies zijn het eigenlijk, waarbij een bedrijf een video of een brievenbusfirma hier in Nederland heeft. Ja. Dan nog iets in Ierland, dan nog iets op de Bermuda. Waardoor eigenlijk er helemaal geen belasting wordt betaald. En soms zelfs nog belasting wordt teruggekregen over niet betaalde winsten. Ja, maar dat is volgens mij ook iets waar we als PvdA al wel lang mee bezig zijn. Hè, om te proberen daar wat aan te doen. Hè. Paul Tang is daar natuurlijk. Paul Tang is gesproken. Paul Tang is daar heel erg actief in. En ik vind het ook, kijk, dat is denk ik ook wel heel. Dat heeft denk ik Lodewijk Asscher ook in zijn essay laatst geschreven. Van, het is natuurlijk heel erg raar op het moment dat je Zuid-Europese landen aanspreekt zeg maar, op hun huishouding en op de manier waarop zij hun economie runnen. Wij tegelijkertijd ervoor zorgen dat er bedrijven zijn die onvoldoende belasting betalen in het eigen land. Nou, de Spaanse premier zei het nog, hè, van het is hartstikke leuk wat jullie allemaal zeggen, maar al onze belasting wordt via Nederland weggesluist. Ja, ja, ik weet niet of het alle belasting is, maar natuurlijk, daar zit ook een ongelofelijke oneerlijkheid en ongelijkheid. Want belasting betalen vindt misschien niemand leuk, maar het is wel hartstikke noodzakelijk. Wil je een land een beetje goed op orde houden? Ja. En waarom denk je dat wij in Nederland het zo ontzettend heel veel dingen zo goed voor elkaar hebben. Ja. Dat is natuurlijk ook omdat we met z'n allen een vrij goede belastingmoraal hebben en belastingen betalen. Ja. En dat is eigenlijk ook iets wat je wenst aan andere bedrijven. En het is heel erg, ik vind het heel erg oneerlijk, hè, als grote bedrijven elke keer eigenlijk maar weer proberen die belastingplichten te ontduiken, te vermijden en zich daar gaan vestigen waar die belastingdruk het laagst is. Ja. Met goede deals. Ja. En ik vind dat we daar ook echt vanaf moeten. Ja, dus uiteindelijk het systeem hebben we zelf zo geconstrueerd. Want het zijn uiteindelijk politieke keuzes om daar wat aan te doen. Dus PvdA is daar natuurlijk inderdaad ook mee bezig. Dus ik denk dat we daar ook mooi in samen kunnen optrekken. Ja. En samen kunnen werken. Daar natuurlijk ook wel een belangrijke rol in. Hè? Omdat wij, we hebben natuurlijk de Zuidas. Er zijn nogal wat hoofdkantoren ook hier in Nederland. En ook hier in Amsterdam gevestigd. En dan zijn dat zeg maar niet de echte hoofdkantoren, maar vooral de administratieve hoofdkantoren. Ja, ja, ja. Dus ook in ook in Amsterdam hebben wij in de vorige periode heeft mijn collega Caroline de Heer, die heeft ook daar heeft zich daar ook mee bezig gehouden en heeft ook gezegd van ik vind dat Amsterdam zich moet uitspreken tegen inderdaad al die belastingconstructies. Want die belastingconstructies die voegen niet zo heel veel toe aan de Nederlandse economie en ze zorgen eigenlijk vooral ook voor verdeeldheid. Maar het is bovendien, als je kijkt naar wat erachter zit, het systeem is zo ongelooflijk oneerlijk. Precies. En ik bedoel, we hebben hier prachtige sociale voorzieningen van waar die bedrijven ook gebruik van maken. Ja. Daar moet gewoon een eerlijk deel voor betalen. Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk de bedrijven. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook het verschil tussen kapitaal en arbeid, waarmee geld verdiend gaat worden, wat steeds groter aan het worden is eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar al. Dus daar moet in mijn ogen ook het een en ander aan gebeuren om te zorgen dat dat weer rechtgetrokken wordt, dat de belasting op arbeid naar beneden gaat. Ja. En de belasting op kapitaal moet gewoon veranderen, want het is dusdanig groot aan het verschillen dat wij zelfs ook bij Volt van mensen krijgen die voldoende kapitaal hebben, die zeggen, jongens, dit kan gewoon niet meer. Ik moet meer belasting betalen. En in de Verenigde Staten schrijven miljonairs brieven naar elkaar van, laten we alsjeblieft belasting gaan betalen, want daar breekt er een revolutie uit. Ja.
als ik dan ook kijk hè, van de afgelopen 30 jaar, nou, PvdA heeft natuurlijk ook een paar keer meegeregeerd. Van, waarom is dat toen, nou, vind je dat er toen voldoende is gedaan eigenlijk om dat goed aan te pakken? Nee, ik denk niet dat er genoeg aan gedaan is. En ik denk dat ons belastingssysteem sowieso aan een herziening toe is. Als je kijkt naar de hele toeslagenaffaire, zie je ook hoe ongelooflijk gecompliceerd ons belastingssysteem in elkaar zit. Ja, ja. Dus ik denk dat een vereenvoudiging sowieso heel erg wenselijk is. En dat je inderdaad gaat kijken naar een verschuiving van belasting op arbeid, belasting op kapitaal. Als de belasting op arbeid als die lager is, komt dat denk ik ook te goede aan de Nederlandse economie. En met name dan dat stuk werkgelegenheid. Dus dat zou denk ik heel goed zijn. Maar ook hier weer gaat het volgens mij ook om het punt van eerlijkheid. Hè? Ja, waar wil je nou eigenlijk... Waar wil je nou eigenlijk hè, dat de grootste bijdrage door belasting, waar moet dat gelegd worden? Moet het nou gelegd worden bij werknemers? Of moet dat nou gelegd worden bij bedrijven die grote winsten maken? Ja. En daarom vind ik het ook heel... Wij hebben ook in de PvdA-fractie Amsterdam hebben natuurlijk ook dat gesprek gevoerd hè, over steun aan bedrijven. Heel interessant natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant. Je ziet dat ook op nationaal niveau. Hè, ja, booking.com hier in Amsterdam. Booking zit hier in Amsterdam. De steun aan de KLM. Ja. En natuurlijk ga je die steun niet zomaar onvoorwaardelijk geven. Natuurlijk ga je daar voorwaarden aan verbinden. Ja. Want het kan niet zo zijn hè, dat een bedrijf heel weinig belasting betaalt en dan vervolgens wel komt te aankloppen hier voor steun. Dat lijkt me eigenlijk heel erg raar. Of dat je een bedrijf steun geeft en vervolgens gaat het bedrijf wel heel veel mensen ontslaan. Ja. Of een bedrijf die gaat ervoor zorgen dat de bonusregeling, dat die zeg maar een beetje aangepast wordt, zodat die in de toekomst wat beter is voor de topman, hè? Zoals we dat bij de KLM hebben gezien. Zodat we eigenlijk wat we in 2008 zagen bij de bankencrisis, zien we nu natuurlijk eigenlijk opnieuw gebeuren, alleen bij andere organisaties. Volgens mij moeten we vooral die bedrijven blijven aanspreken op moraliteit, op hun gedrag, op de hoogte van de topsalarissen. En als ze dat niet aanpassen, dan moeten we denk ik vooral voor zorgen dat we de juiste dingen doen. Dat kan belasting zijn. Of het steunpakket aanpassen, zodat die bedrijven zich wel gaan aanpassen. Ja, en hey, we hadden het net al even over, hè, van, na de crisis van 2008, en we hadden het net ook al even over de aanstaande mogelijke crisis, is er veel bezuinigd op de publieke sector, op cultuur, op onderwijs. En als we daar nu op terugkijken, dan zeggen we eigenlijk met elkaar van, dat is fout geweest. Dus ik vond het ook heel erg mooi, het betoog van Asscher vorige week in de Tweede Kamer over specifiek voor cultuur. Mm-hmm. Van, ik geloof zelfs dat hij de woorden van Draghi gebruikte, whatever it takes, om die sector te redden. Want ik geloof er ook heel erg sterk in dat als we een andere samenleving willen opbouwen met een nieuwe belastingmoraliteit, met een Green Deal, et cetera. Mm-hmm. Dat je ook dat verhaal vorm moet gaan geven via de culturele sector. Die daar toch echt een basis voor kunnen vormen en kunnen helpen. Van, door film, door foto's. Je zag met 4 mei nog een prachtige fotoreportage ook op tv. Dus daar denk ik ook van dat PvdA en Volt elkaar zouden kunnen versterken om te zorgen dat die sector in ieder geval goed overeind blijft. En dat is ook wat Roosevelt, en dan maak ik even een sprongetje, deed eigenlijk in de jaren 30, 40 van, hij investeerde ook in juist sectoren zoals onderwijs, zorg en cultuur. Met zijn New Deal. Ja, precies. Om dat voor elkaar te krijgen. Doen we dat nu ook genoeg? Nee, nog niet genoeg. Nee, zeker niet. We doen dat zeker nog niet genoeg. Ik denk ook vandaar de oproep ook van Asscher. We zien dat ook natuurlijk in Amsterdam. Hè? Amsterdam hebben we een grote bloeiende culturele sector. Maar de gevaren die nu optreden, die zijn gewoon enorm. En we maken ons ook grote zorgen. Omdat die bedrijven of organisaties niet kunnen voortbestaan. Of omdat ZZP'ers inderdaad niet voldoende inkomen krijgen om iets te doen voor de culturele sector. Dus nee, daar maken we ons grote zorgen over. En ik vind dat we ook soms wel net iets te makkelijk doen over dat belang van die culturele sector. En wat zou een land nou zijn? Wat is een land zonder de culturele sector? Ja, dat is eigenlijk een lege, dode huls. Ja. En wij vinden dat ook eigenlijk realiseren. Ja, want je zegt inderdaad het land. Maar wij zeggen eigenlijk dat is ook Europees. Van, we hebben eigenlijk geen Europese... wat wij dan zeggen, broadcasting agency, hè, een NPO, een Europese NPO die ook Europees nieuws uitzendt, maar ook Europese televisieshows, Europese films. Om ook daarin zeg maar met elkaar een identiteit, een identiteit is misschien een verkeerd woord, maar om te zorgen dat je die cultuur meer met elkaar, elkaar deelt. Maar ik weet niet of dat nou de oplossing is, hè, zo'n Europese vehikel. Maar ik vind vooral dat je ervoor moet zorgen dat wij in ieder geval in Nederland, hè, onze eigen culturele sector, hè, dat we inderdaad
enorm gaan ondersteunen, veel beter gaan ondersteunen, maar dat we die ook op een andere manier gaan waarderen. Ik vond ook de manier, misschien kan je het nog wel herinneren, de manier waarop Wiebes destijds sprak over cultuur en over de waardering, maar ook de onvoldoende waardering, maar ook een beetje de neerbuigendheid waarmee hij sprak. En dan hebben we het dus over minister van Economische Zaken, die op zo'n manier spreekt over de culturele sector. Ja. Bij het programma Zomergasten. Ja, ik schrok daar wel erg van. Hè? Want ja, hij is natuurlijk wel een representant van het kabinet. Ja. En wat heel erg raar is eigenlijk ook. Hè? Want heel veel mensen zijn onderdeel van een culturele organisatie. Je zit bij een fanfare of zit bij een koor. Of zit bij een toneelvereniging. Het zijn allemaal vormen van culturele uiting. Daar wordt eigenlijk steeds meer in bezuinigd. Waardoor je ook merkt van dat soort partijen steeds meer in de problemen beginnen te raken. Ja. En volgens mij wordt dat ook nog te weinig zichtbaar gemaakt, waarbij cultuur misschien iets te vaak gerelateerd wordt aan opera of theater. Ja, maar het is natuurlijk zoveel, het is natuurlijk zoveel meer. Ja. Het gaat ook om literatuur, het gaat om kinderliteratuur, het gaat om film, het gaat om beeldende kunst, het gaat ook om lokale toneelverenigingen, het gaat inderdaad om lokale muziekverenigingen, muzikale educatie op scholen. Dus het gaat om zoveel meer dan alleen misschien het beeld van een concertgebouw in onze hoofdstad. Ja. En dat die sector nu zo ontzettend onder druk staat, ja, daar maak ik me ook wel grote zorgen over. Want nogmaals, ja, een land zonder bloeiende culturele sector is eigenlijk een beetje een lege dode huls. Ja, dat is wel interessant, hè? Want als we dan nu vooruitkijken, want misschien leuk om nog even te noemen van de kernwaarden binnen Volt zijn. Nou, vooruitkijken, hè? Dus van waar willen we naartoe? Wat is de samenleving die we voor ons zien? Samenbrengen, dus een van de zaken die we absoluut willen veranderen, is de polarisatie in de samenleving. Dus ook over partijen heen kunnen kijken. Dus samenwerken met de PvdA, samenwerken met de VVD. En samenwerken met GroenLinks. Kijken van waar zitten nou echt mogelijkheden om samen op te trekken. Ja. Maar dus ook om te luisteren naar van wat leeft er in de samenleving. Hè? Dus echt hier van onderaf. En dus ook niet te zeggen van joh, dit is fout. Als er ergens zorgen leven, dan moet je luisteren naar mensen. En dan moet je begrijpen van waar die zorgen vandaan komen. Voordat je er ook iets daadwerkelijk aan kunt doen. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En dan hebben we waarmaken. Want uiteindelijk kun je hartstikke mooi vooruitdenken. Kun je veel mensen samenbrengen. Maar moet je ook uiteindelijk die verandering teweeg brengen. Mm-hmm. Dat doen we deels door de sociale innovatie waar ik natuurlijk eerder over had. En om uiteindelijk dus ook daadwerkelijk beleid te gaan veranderen. En dat doen we met een overkoepelend thema van radicaal positief. Wat eigenlijk de uitstraling is van er zijn heel veel kansen, er is heel veel mogelijk. Laten we daar samen met elkaar aan gaan werken om dat dus voor elkaar te krijgen. Hoe kijk jij tegen dat soort kernwaarden aan? Van wat vind jij daarvan? Of wat zegt dat voor jou? Nou ja, radicaal positief, dat spreekt me op zich wel aan. Sowieso denk ik positief. Hè? Want ik vind ook dat je ook als politicus moet je ook optimisme hebben. Je moet ook optimisme moet je uitstralen. We hebben als PvdA Amsterdam hebben net vandaag ook ons visiestuk gelanceerd over hoe wij Amsterdam zien na de post-corona. Een aantal dingen die we doen. En ik denk dat er ook een aantal hele positieve dingen in staan. Hè? Dat we een andere economie willen. Dat we ook inderdaad als het gaat om duurzaamheid, dat we daar ook iets anders willen. Dat we ook ervoor willen zorgen dat de grote bedrijven, dat die ook hun steentje gaan bijdragen. Maar ook dat we moeten opkomen voor juist de kwetsbare mensen in deze samenleving. En dat we bijvoorbeeld ook moeten blijven investeren in dingen die goed zijn voor de toekomst van deze stad. Ja. En de toekomst van deze regio. En betekent dat dan ook, hè? Want dat stond mooi in een artikel in de krant over dat de wallen nu eigenlijk leefbaar zijn, dat buren elkaar voor het eerst in jaren weer eens zien. Betekent dat ook zeg maar dat daar verandering in komen door te zorgen dat we het ook weer wat leefbaarder met elkaar maken, minder massaal? Ja, wat mij betreft wel. Ik ben al een tijd lang bezig als het gaat om het toeristische verhaal, om dat gewoon veel meer in balans te brengen. Dus we hebben afgelopen jaar ook allerlei maatregelen genomen om die stad wat meer in balans te krijgen door bijvoorbeeld een hogere toeristenbelasting. Door een hotelstop in te voeren, maar door ook te zeggen van we willen niet overal willen meer bed and breakfast of we willen niet overal Airbnb. Hè. We gaan nu het college gaat nu een plan uitwerken voor 3 Airbnb-vrije wijken. Nou, weet je, dat zijn huizen zijn om te wonen, zeg ik altijd. Dus ook daar, je noemt de wallen, ook daar moet inderdaad moet de leefbaarheid terug. Ja. En als je dan hebt heel specifiek over dat stuk, hè, de wallen, hè, we hebben ook eerder gezegd. Dat we vinden dat als het gaat om prostitutieramen, van waarom doen we dat nou eigenlijk? Hè? Waarom hebben we hebben niks tegen prostitutie, maar waarom hebben we nog zo'n mooi deel van onze binnenstad? Waarom is dat eigenlijk zo vercommercialiseerd? Ja, ja. En kunnen we dat niet op een andere manier gaan organiseren?
Door bijvoorbeeld na te denken over een prostitutiehotel. Dat je wat meer mensen... Ja, daar worden natuurlijk naar gekeken. Ja, ja. Daar zijn we heel groot voorstander van. Want je moet wel, kijk, prostitutie is er. En dat moet je vooral, denk ik, in goede banen moet je dat leiden. Ja. Je moet zorgen dat je goede werkplekken hebt voor sekswerkers die veilig zijn. Zodat ze dat op een veilige manier ook kunnen doen. Maar ik vind wel dat de manier waarop de ballen eigenlijk een beetje is doorgeslagen naar vercommercialisering. Hè? Britten die met goedkope vluchten naar Amsterdam komen om een vrijgezellenfeestje te vieren op de wallen. Ja, daar hebben niet zo heel veel mensen baat bij. Nee, precies. Dus, laten we dit nou vooral ook aangrijpen als kans om dingen anders te doen. Ook om die leefbaarheid terug te pakken. Dus als het gaat om, inderdaad, hè, als je het hebt over radicaal positief, nou, dat spreekt mij wel aan. Maar ik denk dan veel belangrijker is misschien wat daaronder ligt, is dat hoe kun je nou verschillende groepen ook met elkaar verbinden. Ja. Ik denk wat Amsterdam altijd heeft laten zien, is dat wij een ontzettende melting pot zijn van heel veel verschillende stromingen, van heel verschillende culturen, mensen van allerlei windstreken. En dat staat natuurlijk al jarenlang staat dat ook dat onder druk. En ik denk dat wij ook als Partij van de Arbeid heel erg ook moeten zorgen van hoe zorgen we nou dat we al die verschillende groepen ook aan elkaar kunnen blijven verbinden. Ja, dat Joodse Amsterdammers en Marokkaanse Amsterdammers, dat die goed bijvoorbeeld met elkaar overweg kunnen. Of dat de homoseksuele gemeenschap, de LGBT-gemeenschap, hoe die op een goede manier ook zichtbaar kan zijn en veilig over straat kan lopen. Hoe zorgen we daar nou precies voor? En ik vind dat we die groepen, al die verschillende groepen, maar ook mensen die veel verdienen, mensen die weinig verdienen, dat we die ook aan elkaar moeten verbinden. En daar speelt volgens mij maar ook één begrip staat daar centraal. En dat is solidariteit. Ja, ja. En wat heb jij over voor de ander? Die vraag ligt daar volgens mij onder. En juist in een tijd van economische crisis, want die economische crisis die gaat er natuurlijk aankomen. Ja. Die is nu al voelbaar. Nou, juist in crisis is het natuurlijk vaak dat de groepen die je ook noemt vaak in de verdrukking komen. Dus hoe zorg je ervoor dat juist in de tijd die eraan komt, dat we daar waakzaam met elkaar voor zijn en dat we staan voor de open samenleving die we nu met elkaar zijn? Nou ja, dat betekent volgens mij dat je vooral ook als politieke beweging heel erg in gesprek moet blijven met al die verschillende groepen die in je stad leven. Dat je ook moet openstaan voor een tegengeluid. Maar dat je denk ik ook een soort optimistisch perspectief moet bieden. Nou, precies. Van waar sta je daarvoor als politieke beweging? Ja. Maar ook dat je een duidelijk perspectief geeft van waar ga je naartoe? Van wat is het waarom je bepaalde keuzes maakt? Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel belangrijk om mensen mee te nemen in... Nou ja, je luistert naar hun zorgen, maar je legt ook uit voor waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en wat dat dan ook voor hen betekent. En daarin denk ik ook dat we nog wel een slag kunnen winnen om mensen mee te nemen. Hè? Dat het nog te vaak is van oké, we moeten dit doen, maar dat er eigenlijk de achterliggende gedachte niet goed uitgelegd wordt. Mm-hmm. Dus ik denk nou ja, dat is ook een politiek, misschien wel de ambacht van de politiek. Ja. Of je nou, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, hè, of je dan raadslid bent of Tweede Kamerlid. Je moet vooral denk ik ook in verbinding staan met je bewoners, met je kiezers. Nou, ik hoop dat ik dat in ieder geval op mijn manier dat ik dat wel doe als raadslid. Het is natuurlijk het is een part-time baan. Raadslid zijn hier, ik geloof voor alle raadsleden in Nederland, maar ook zeker hier in Amsterdam. Maar het is best een flinke baan. Maar ik hoop in ieder geval wel dat ik altijd wel ook opensta, ook juist voor die tegengeluiden, ook met mensen in gesprek ga. Ik ga bijvoorbeeld aanstaande vrijdag heb ik een videocall met een aantal mensen over de binnenstad en hoe zij daar tegenaan kijken en wat er naar hun ideeën moet gebeuren. Ik heb vanavond doe ik mee aan de FNV demonstratie over vast en veilig werk op Schiphol. Ja. Daar zetten we ons ook voor in. Ja. Dus dat zijn ook, hè, ook in tijden van corona zijn dat ook manieren zeg maar, waarop je toch nog die verbinding kunt blijven zoeken met anderen. Ja. En dat is natuurlijk. Maar dat is wel mooi, want dat is ook wat ik eerder al zei, van we willen die bottom-up organisatie zijn. Dus wij hebben ook ons beleid wordt geschreven door. Nou ja, honderden mensen uit het land die allemaal naar bijeenkomsten komen, meedenken over van oké, maar wat is dan belangrijk bij beter klimaatbeleid? Van wat wil je daar dan inzien? Wat betekent het voor jou om dat goed te begrijpen? En dat doen we ook voor het Europees beleid en dat doen we dan ook veel digitaal. Mm-hmm. Dus ja, mooi om te zien dat jullie daar ook steeds meer mee bezig zijn. Want zo hadden wij vorige week ons eerste Europese digitale congres. Mm-hmm. Dus dat werd in heel Europa uitgezonden. En dan zie je toch ook wel van hoe dat... Ja, op afstand, dat je toch samen ergens aan kunt werken. Dus dat is leuk om te horen dat jullie daar ook actief mee bezig zijn. Het is natuurlijk nog heel op afstand. Hè? Ik hoop wel dat er ook
niet afzienbare tijd dat er toch weer wat verlichting gaat komen. Ja. Omdat ik merk het zelf ook wel meer, misschien ook op het persoonlijke vlak, is dat je natuurlijk toch uiteindelijk heel veel, ja, gewoon een beetje contacten mist. Hè? Ik bedoel, ik heb mijn familie altijd niet gezien. Vrienden, die zie ik niet. Omdat ik er toch wel heel erg echt terughoudend mee ben. Ja, precies. Wel je videocalls. Ja. Maar gewoon echt de persoonlijke contacten. Mensen een hand geven, de arm op je schouder, iemand een hug geven. Ja, weet je, dat soort dingen. Dat zorgt misschien ook wel een beetje voor dat je soms wat meer afstand voelt of zo tot mensen. En ik hoop dat dat weer heel anders, snel, dat het toch weer gaat terugkeren. Weet je, die barmhartigheid. Ja, het staat denk ik voor barmhartigheid. Ja. Het staat ook voor warmte. Ook zeker in deze tijd. Hè, dat we hebben natuurlijk een aantal belangrijke momenten gehad. Ook als Nederland. Hè, Koningsdag, 4 mei, 5 mei, 75 jaar. De Gay Pride komt er natuurlijk aan. De Gay Pride komt niet, aan, die niet, ja. die niet doorgaat. Er zijn nogal een tal van andere bijzondere evenementen die niet doorgaan. Hè, en denk bijvoorbeeld aan SAIL. Hè, dat is ook iets wat belangrijk, denk ik, is voor deze stad. Maar ook voor Nederland, hè, waar mensen naartoe gaan. Maar ook natuurlijk omdat ze dan ook een soort gemeenschappelijke ervaring hebben met elkaar. Ja. En als je dat niet hebt, dan verlies je ook wel een beetje iets. En daar moet je denk ik, waakzaam voor zijn. Nou, daarom zijn wij eigenlijk ook pleitverzorgers van de Dag van Europa. Hè, wat in Nederland door veel mensen niet gekend wordt. Is het eigenlijk een dag waarin toch misschien wel het grootste diplomatieke kunststukje uit de geschiedenis is gestart. Hè, dat met de Schuman-declaratie. Ja. Die zaterdag plaatsvindt, dus vandaar ook dat ook wij daar extra aandacht aan willen geven. Zodat mensen begrijpen van, maar waarom is dat dan? En dat eigenlijk, liefst zou je dat ook als vrije dag in heel Europa samen hebben. Zodat je ook daarin dat samen kunt vieren. Even nog, misschien leuk om nog te horen vanuit jou. Want je bent inmiddels wel al ook een tijdje in de politiek van... Wij gaan dadelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wat zou jij ons nog als tips mee willen geven? Of dingen om aan te denken. Waarvan je denkt van, dat moeten jullie in ieder geval meenemen. Kan zijn inhoudelijk. Kan zijn de manier waarop we het doen. Kan zijn wat je zelf hebt meegeervaren uit eerdere campagnes. Jeetje, dat is wel een vraag. Want dan vraag je mij dus om jullie een beetje te adviseren. dat is een beetje... dan ga ik misschien wat... Heb je ons gezien bij de vorige verkiezingen? Bij de Europese verkiezingen? Ik heb jullie een aantal keren gezien. Ja. Ik heb jullie wel een aantal keren gezien. Ik bedoel, niet zoveel natuurlijk als wat meer dominante politieke stromingen. Dat denk ik ook niet zo heel erg. Ja. Nou, ik denk dat het heel mooi is, hè, dat jullie gelukt is om uiteindelijk één Europese zetel te bemachtigen. Want zo moet het volgens mij beginnen. Nou, kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is als politieke beweging, is dat je heel erg ook bouwt aan je achterban. En ook heel erg bezig bent van, hoe kun je nou een geloofwaardig verhaal maken waar ook jullie waarden elke keer weer in tot uiting komen. Ja, ja. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En wat mij altijd heel erg aanspreekt, dat is waar denk ik ook de PvdA voor staat. Dat is toch waardegedreven politiek. Dat je heel erg, en wij komen natuurlijk voort uit een hele mooie, sterke traditie. Die traditie van de sociaaldemocratie, die we ook in andere Europese landen zien. En daar bouwen we natuurlijk ook op voort. Hè. Wij staan natuurlijk ook weer op de schouders van al die andere mensen, van al onze voorgangers. En als nieuwe politieke beweging is dat natuurlijk best een stuk lastiger. Ja. Dus je zult zelf moeten ontdekken wat die kernwaarden zijn. Ja. En daar dan ook, en stick to it. Hè. Dus daar ook bij blijven. Ja. En daar ook aan vasthouden. En denk ik ook bij die principes blijven. En ook dan geen concessies willen doen aan de principes waar je voor staat. Ja. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Nou, daar zijn wij volgens mij heel druk mee aan de slag. En maak het en zorg ervoor dat het ook een beetje dicht bij huis is. Want Europa is voor sommige mensen, klinkt het heel ver weg. Ja, dat is precies zo. Beelden, ja. Maar maak heel duidelijk waar het voor staat. Ja. Dus dat is ook precies de reden van dat wij mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En naast dat, als je Europa wil hervormen, moet dat via de nationale parlementen. Maar ook dat we uiteindelijk ook lokaal mee gaan doen. Omdat we zeggen, je moet op elk niveau actief zijn om juist ook goed die verbinding te kunnen maken. Dus ook in Amsterdam zullen we op den duur actief mee gaan doen. Dus dan zullen we elkaar op een andere manier wellicht tegenkomen. Ja, vast wel. Ja. Dus onwijs bedankt voor dit gesprek. Ontzettend leuk om je te spreken. Ja, ik vond het leuk. En ik wens jullie vooral heel veel succes met jullie politieke beweging. Helemaal top, dankjewel. Ja.